is bijna 2:30. En ik ben nu zitting ineens te bedenken. Oh ja, wacht even. Eén. Ik moet dadelijk nog. Ik ben nou voor de tweede keer trouwens naar mijn. En we zijn nu Rick en Giovanni aan het naar het zon brengen. En wie. Super tof dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sanne Pas, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. En nu klaarmaken om lekker de douche. De douche heb ik gehad. Te zetten. En Gaia eten geven. En lekker een bak koffie te zetten. Zo. De douche heb ik al gedaan. Kom ik ineens bij douchen? Oh my god. Ik moet echt wakker worden. Oh. Diepe zek. Hè? Jongen. Ik heb geen geduld, hè? Oh, die kan jij geen geduld. Oh. Zo. Alsjeblieft. Zo. Dus wat ik nu ga doen is even koffie zetten. Alleen even een leventje pakken. En dan koffie zetten. Een bakje pleur voor goede humeur, voor geen gezeur. Ik heb super lekker geslapen trouwens. Ik lag echt in de hemel, denk het al. In ieder geval, ik ga klaarmaken om koffie te zetten, wakker te worden. En dan gaan we vanavond zien. Voor mensen die je vooral vragen, er is vanavond bij mij barbecue aan voor de ouders en zo. Dus, maar dat ga ik helaas niet filmen. Weten jullie dat al? Hoe dat vandaag uit gaat zien, weet ik ook nog niet. Dus we gaan het allemaal zien. In ieder geval vinden jullie lekker rondrennen omhoog. Oh, super lekker geslapen, maar wat ik vooral zeg dat ik kort heb geslapen. Ik heb wel lekker geslapen, maar kort. En dat is niet echt lekker zo voor. Maar ja, in ieder geval even lekker een bak koffie. Beetje wakker worden. Mijn haar dadelijk doen. In een knotje. Dus dat gaan we ook maar even doen. Nou, koffie moet in ieder geval lopen. Ja. Dan kan ik in de tussentijd ga ik even mijn haar doen. En daarna gaan we naar de koffie. En gaan we koffie zetten. In ieder geval. Even ook de editprogramma opstarten. Dat ga ik ook maar eens even doen. Zo, dat is gedaan. Nu heb ik lekker koffie toe. En nu is even goed gegooid. Het editprogramma opgegooid. Gaan we het ook even doen. Zo, even kijken. Zo, hoppakee. Even kijken waar ik zit. Het editen. Zo, hier was ik. Zo, ik ga dadelijk even lekker editen. In ieder geval eerst even koffie doen. Om lekker wakker te worden. Een bakje pleur voor goede humeur. Voor geen gezeur. Dus laten we dat lekker doen. Zo, in ieder geval nu lekker bakken koffie zetten. Lekker wakker worden en dan werken. Het is bijna 2:30. En ik ben nu pas, sinds gisteren, begonnen. En nu pas klaar met editen. En kan je het maken. Hey jongens, boefie van me. Hey, knul. Hey jongen, maar... Heel lang geëdit. En ik hoop toch voor mensen die het verhaal niet helemaal begrijpen. Ik hoop dat je in ieder geval de verhaal van Triple C begrijpen. Ik begrijp het nu wel. Dus als ik goed zeg, gewoon begrip voor elkaar hebben. Zo zie ik het. Heb jij begrip voor begeleiders, krijg jij begrip terug. En ja, je moet het samen meedoen. Je moet het samen eigenlijk doen. En dat is heel belangrijk inderdaad. En lekker nu lekker relaxen. En één laatste dag werken. Nog één laatste dag. Nog één dag werken. En dan heb ik lekker weekend. Oh, kijk ernaar uit. En vanavond gaat wat leuks gebeuren. En dat is lekker met familie en begeleiders. Lekker barbecuen. Oh, daar kijk ik ernaar uit.
Ik heb er zin in. Zit ineens te bedenken. Oh ja, wacht even. Eén, ik moet dadelijk nog misschien helpen met de begeleiding om hier alles klaar te zetten voor de barbecue. Maar twee, dat is eigenlijk eens een verganje halen. Die is helemaal op. Dat ga ik even doen voor Ganja. Komt eraan. De avondeten komt eraan. Ja. Dus dat ga ik even nu maar even zo halen. En dan ga ik even denken wat ik nog meer ga halen. Ik denk even als snack. Oh, ik ben over de tweede keer trouwens naar mijn supermarkt geweest om even eten wat te halen bij de supermarkt. Logisch. Daar kan ik gewoon iets halen. Maar dan voor de begeleiding nou. En ook vandaag even voor mezelf even lekkers en... Nou weet ik niet meer wat ik nog meer heb gehaald. Eten van Ganja. Wat lekkers. Ik weet niet meer waar. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu wel klaarmaken om lekker dadelijk met de barbecuen. Even kijken uit het raam of de mensen al aankomen. Of de mensen al zijn. Nog niet. Nee, maar ja, in ieder geval, ik ga dadelijk lekker met een groep eten. Een heel groot groep nou eigenlijk. En met ouders erbij. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat het super gezellig wordt, maar daar ga ik wel vanuit. In ieder geval, nu maar naar beneden en even nog wat dingen helpen. Moet nog wat dingen gedaan worden. Zoals sladen en er klaargezet worden. Oh ja, en deze moet ik niet vergeten, want het is een cadeautje van mijn moeder. En ik denk dat deze moeder ook kan gebruiken, maar ja. In ieder geval, deze ga ik meenemen. Dus, dat. En we zijn nu Rick en Giovanni aan het naar de zon brengen. En die zit ook toevallig bij. Hey, hallo. En hij zit er ook in de vlog. Hey! En Mario en... Hola. Hallo. Hola. Maar wel, hoe vonden jullie het? Ja, gezellig. Ja, toch. Gezellig. Dat is keren, want voor mensen die niet weten... Voor een herhaling van Bar. Ja, maar voor mensen die niet weten... we hebben nieuwe begeleiders en... De ouders kennen de begeleiders niet natuurlijk. En daarom is er barbecue geweest. We hebben super gezellig gehad. Lekker gegeten in ieder geval. Ja, maar de nieuwe begeleider was er niet eens. Ja, eentje niet, nee. Nee. Maar ik noem voor zeker geen namen, maar eentje weten jullie waarschijnlijk al. En we zijn al bijna bij John. Dus deze paar twee mensen daar hiervan, die lopen twee achter daar zo. Hier. Daar zo. Gaan we thuis brengen. Naar John toe in ieder geval. Dan ben ik thuis gekomen en wel en ga klaarmaken om te slapen. En kan je ze dan mouwen? Waarvoor zit jij nou te mouwen? Je kan geen eten. Maar ik ga even nu lekker rolgordijn naar beneden doen. Want oren was leuk. Even lekker barbecue met de ouders en begeleiders en met alle andere cliënten. Was super gezellig. Nu maar lekker klaarmaken om naar bed te gaan. En excuus dat deze vlog korter is. Maar ik zat ook de hele dag te vloggen en met de ouders erbij. En te helpen natuurlijk. En ja, dan kan ik nu vloggen erbij. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Excuus nogmaals dat het een korte vlog is. Ik hoop dat jullie wel in ieder geval genoten hebben van deze vlog. In ieder geval, ik ga dingen nu maar even afsluiten. Het enige wat uitdoeft is deze. En dan nu pas dadelijk even computer helemaal dicht doen. Eerst even vlog in de computer zetten en dan lekker naar bed. Dus dat ga ik nu doen. Lekker nu naar bed toe. In ieder geval, ik wil in ieder geval jullie allemaal bedankt voor kijken naar deze vlog. Even één ding. Of je minder. In ieder geval, ik ga hier lekker vlog bij afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden alsnog. En vonden jullie deze vlog leuk, doe dan sowieso duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je hier beneden even abonneert. En zeg ik alvast veel kijk voor een nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij later. Nou, ik ben nu in ieder geval, ik ga dadelijk even trekken naar, wat was het ook weer? Nou, ik ben nu als de organisatie van. Ja. Wat ben je precies aan het doen als het vraag was? Ik schrijf en ik zal wat zou vertellen over de passie, ik ga nu van mijn best doen.